YouTube woensdag. Een hele goede dag gewenst. Welkom bij deze tutorial, waarin we de Nimbus 2000 van Harry Potter gaan maken. We doen het uiteraard weer allemaal zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk gratis zelfs. En ik ga je kort uitleggen wat we gaan doen. Ik heb ten eerste op schaal de vorm uitgetekend. Ik kwam erop uit dat de Nimbus 2000 in totaal zo'n 1,5 meter lang moet zijn. Dus ik heb een model getekend van de vorm op 15 centimeter grootte. Zodat ik zo meteen precies op schaal op karton de vorm kan namaken. En die geldt dan als mal. Wanneer we die mal hebben, gaan we hem dit stuk pallethout overtekenen, uitzagen en schaven. Dit stuk pallethout is ongeveer 1,40 meter lang. En daarmee dekt het niet de hele lengte, maar dat is ook niet erg, want zo ongeveer 70 centimeter valt onder het V-gedeelte. En dat gaan we ook weer op een constructieve wijze, op een originele creatieve wijze realiseren. Wat ik ondertussen erbij heb verzameld zijn tuinslangringen. Daar zie je uiteindelijk niks meer van, want er komen die gouden banden omheen. Voor dit gedeelte is dat. En ik heb mahonie bites voor de kleur. Uiteraard gaan we ook nog goudkleurige verf gebruiken voor het merkje Nimbus 2000. En een decoupeerzaag gaan we gebruiken. En een schaafmachine. Ik zou zeggen, we gaan gewoon beginnen. Want eigenlijk is het vrij simpel alle stappen. En je ziet het allemaal weer vanzelf. Oké, op schaal nagetekend op karton. En het zichtbare deel van de bezemsteel komt ongeveer tot hier, dus dat heb ik aangegeven. Nog een stuk extra, wat dus in het V-gedeelte zal verdwijnen. Tijd om het dit uit te snijden. De vorm is overgetekend op hout. Tijd om met de decoupeerzaag te gaan zagen. We hebben een vorm. Tijd om te schaven en te schuren. Zeer tevreden met het resultaat. Flink wat schuurwerk en schaafwerk en dat soort dingen verricht. Maar we hebben iets gaafs. Tijd om dit in de bijs te gaan zetten. Wat ik ga doen is hem zo rechtop in de workmate zetten. Ik heb natuurlijk aangegeven tot waar die sowieso zichtbaar gaat zijn. En dat steekt nu ver boven de werkbank uit. Dus ik heb vrij spel nu om hem eigenlijk in zijn geheel te verven in de bijt. Weer een stapje verder. Toen de bijt droog was, heb ik om de punt schildersteep gedaan. En een stuk krant. Uitgetekend waar het logo moet komen van de Nimbus 2000. En dat uitgesneden. Nu zaak om eerst met de spuitbus zwart, een lichte tint zwart te geven. En vervolgens met de spuitbus goud.
Ik ken mezelf. Ik ben altijd geneigd om te veel in één keer te spuiten. Daardoor gaat het onder de randen vaak. En ik laat er nu ook bij te werken. Dus ik hou mezelf bewust nu in. Ik doe het niet. Meer dan dit even niet. En dan nu hetzelfde met goud. Met een klein laagje. En zo meteen weer nog een paar keer. Zodat het vanzelf echt geel goud wordt. De logo's staan erop. Dan is het nu tijd eigenlijk om hem te gaan vernissen. Dat gaat Monique, de cameravrouw, zo doen. Maar ik ga alvast aan de slag met het, dat veegedeelte, noem ik het maar even. Dat wordt zo'n 70 centimeter lang. En ik ga zo meteen eerst dit dunne karton hieromheen om de vorm te maken, de basisvorm, dat hij er op het eindje opgeschoven kan worden. En verder ga ik gebruik maken van deze. Deze. Dit is een hexenbezempje, die koop je voor, wat is het, €3,99 bij de Intratuin. En het is hartstikke leuk. Deze heeft al heel wat weersomstandigheden doorgemaakt. En het is tijd om hem te gaan vervangen hier in de tuin. Maar ik ga hier nog wel dankbaar gebruik van maken. Die stok die gaat er zo meteen uit. En ik ga van karton, schilderstape, aluminiumfolie, dat alles ga ik die kegelvormige vorm maken. En die moet dus zo ongeveer 70 centimeter lang worden. Maar dat ga ik om deze vorm dan heen maken, zodat het dadelijk in één keer opgeschoven kan worden. Dus eigenlijk. Zo, hier kan ik mee aan de slag. Deze zet ik er even zo ondersteboven in. Dan kan Monique hem zo meteen in de vernis gaan zetten. Wij gebruiken vernis, wat eigenlijk voor de dek van een schip gebruikt wordt. Dat is echt enorm goed spul. Daar word je ook mooi glimmend van. Ik heb bewust maar één laag van de bijt gedaan, want ik wilde die hout naar de verblijven zien. Ik wilde niet dat dat verloren zou gaan. Nu gaat het lekker in de lak. Dat heeft helaas een droogtijd van 24 uur. Het duurt even wat langer. Dus wat dat betreft doe je het niet even in één dagje. Als je tenminste van deze lak ook gebruik maakt. Maar tot nu toe gaat alles zo voorspoedig en vlot dat we niet mogen klagen. Eerst het ijzerdraad eens even losmaken.
dat is een pinnetje waardoor die steel vast zat, zeg maar. Dus komt het een beetje los. Dit hierin moet komen en dat ga ik doen door dit helemaal in te smeren met houtlijm. Normaal gesproken is het echt helemaal niks voor mij om iets vergeten te filmen. Maar ik ben dus vergeten te filmen dat we die grote tightraps omheen hebben gedaan. Inmiddels zijn we een dagje verder en houtlijm is goed opgedroogd. We zijn ook nog met lijmpistool overheen gegaan op sommige plekken. En nu is het tijd om die tightraps eraf te gaan halen. Et voilà. Dat is veel te lang. Nou, na wat knip en knipwerk heb je dus dit. En dit is ook hoe ik hem wil hebben wat betreft bovenkant en onderkant. Hier loopt hij namelijk wat omhoog, precies zoals het model ook aangeeft. Hier ligt de bezemsteel zelf, dus het is de bedoeling dat hij er zo op gaat komen. Ik wil dat hij gelijk goed op zijn plek blijft zitten. Dus hier met het lijmpistool inspuiten. Even een lijmpatroontje erbij. En ik smeer alleen de achterste helft in met lijm. Want als ik hem erop schuif, dan schuift hij de lijm mee naar voren. En als dat te veel is, dan wordt dat eigenlijk zichtbaar. En dat wil ik niet. Dus zo wil ik hem erin hebben. Tot een streepje. Niet verder, want zo. En dat laten we even drogen, maar het begint al aardig op een Nimbus 2000 te lijken zo. Je snapt natuurlijk wel, dit gedeelte heeft nog niet de juiste kleur. Dus dat gaan we eigenlijk ook bijtsen. Het moet niet helemaal dezelfde kleur als dit worden. Dus ik ga er ook nog wat bruine acrylverf bij gebruiken, zodat het allemaal een stuk donkerder wordt. Maar eerst even dit op het gemakkie laten drogen.
veegedeelte van de bezem is in de bijt gezet. Dat ligt nu buiten te drogen. En we zijn vanmorgen even een aantal kringloopwinkeltjes af geweest. Daar heb ik dit gevonden. Een mooie steun die eronder kan. Zodat die neergezet kan worden. In de film is het ook een gedeelte waar hij zijn voet op kwijt kan. Een soort voetpedalen. Wanneer je echt exact zoiets wil, raad ik je aan om dat voor PVC-buizen te vormen. Je vult ze met zand en dan met het hittepistool kun je dat in de juiste positie buigen. Ik wilde zelf echt iets stevigs. Daardoor wijkt het wel af van de vorm zoals die in de film is. Maar je hebt wel iets stevigs en qua vorm vind ik het eigenlijk een hartstikke leuk keuken dit ding. Ik weet niet eens wat het oorspronkelijk was, maar het doel wat hij nu gaat krijgen dient het prima. Maak me nu schoon met terpentine. Dan gaat hij in de primer en dan spuiten we hem goud. Oké, weer wat stapjes verder. Die steun die is, voor de camera was die al ontvet. Dan heb ik hem in de primer gezet, goud gespoten. Die is nu droog. Gaan we er nog niet op zetten, want we gaan eerst nog aan de slag met die gouden banden. Die voor in het begin een stukje vanaf de steel gezien op het veeggedeelte zitten. Monique had nog een flinke lap goudkleurige stof, textiel. En ik vind hem echt helemaal geweldig. Daar hebben we een strook van afgeknipt. De rest is geclaimd door de kat. Maar om het echt, echt goede vormen te geven, maken we gebruik van dun karton. En ik heb 3 stroken, want het loopt van breed naar wat smaller. Geknipt die langzaam moet wat langer, want die komt onder het bredere gedeelte van het veegedeelte. En het is heel dun karton, dat wilde ik ook. Het moest goed in de vorm van die cilinderachtige vorm te maken zijn. Maar even 6 cm breed, even 4 cm breed en even 3 cm breed. Wat gaan we doen? We gaan deze strook gaan we op het karton plakken en als dat allemaal klaar is dan kan het op zijn plek. En dan gaan we allemaal met het lijmpistool doen. Dus dat zijn de volgende stappen. Het lijmpistool is inmiddels klaar voor gebruik. Oké, die gouden banden zijn klaar. Die heb ik hier allemaal liggen. La 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 la. In het echt is het veel mooier, denk ik, als dat nu op de camera overkomt. Maar ze gaan er nu omheen. En Monique die houdt deze hem even vast. Dit gedeelte wat naar mij toe wijst, is de onderkant. Dan gaan we beginnen met de brede. Eerst een beetje uitmeten. Kijk, het is een stuk langer dan aanvankelijk berekend, maar dat geeft niet. Ja, die wil ik hier ongeveer hebben. Kijk, die binnenkant, eigenlijk het hele ding goed in de lijm zetten van het lijmpistool en dan lijmen we hem erop. Eens kijken hoe mijn vingers, want het blijft erg warm zo'n lijmpistool. Dat went nooit. Even vasthouden, kan je het een beetje zien? Ja, hè. Laat
gaat hier een beetje los. Ik ga heel even kleine lijmklemmetjes erbij pakken. Smeren we het opnieuw in, kleine lijmklemmetjes erop en dan komt het allemaal goed. Deze komt daarna en die sluit nou aan. Even insmeren weer met het lijmpistool. Eerst een nieuw trucje er uiteraard in. Rechts proberen te krijgen. Deze is wel heel erg lang. Moet hieronder komen. Die ga ik afknippen, want dit wordt te veel van het groeien. Even kijken, schaartje. Soms, hè? Nu best onhandig. Zo, ik denk dat die onderste er ondertussen wel weer af kunnen. Lijmpjes ondroogt immers heel snel altijd. En die zitten op hun plek. Zo kan ik hier overpakken. En dit is dus het idee. La la la. La la la. Oké, voordat de steun erop gaat, dat hij echt kan komen te staan. Geweest even kijken of dat hier inmiddels natuurlijk wel het werkt. Dus, ik leg hem op de grond. Afgetekend waar die moet komen, gaatje boren. Kopje erin. Schroefie. Het gat hier is vrij groot. Dus ik ga gebruik maken van een afsluitringetje. Heb jij ook een rookje?
klein probleempje. Dit is te breed voor dat gat, dus dat past in iedereen. Dat betekent dat ik het met de hand moet gaan schroeven. Geen probleem, maar het houdt ervoor. Nu is hij klaar. Ik ga hem ergens anders neerzetten. De Nimbus 2000 is klaar. Ik heb hem even hierin gelegd bij iets op de achtergrond wat we vorig jaar al hebben gemaakt. Met simpelweg ook bytes. Een ideetje wat ik voor even op film wilde. Hij is leuk, hij is geweldig, hij is helemaal goed. Hij ziet er gebruikt uit en daar hou ik van, weet je wel. Het is inmiddels 2017, Nimbus 2000 is dus al 17 jaar oud. En ik vind hem gaaf, ik vind hem wel leuk. Het lijkt precies goed staan. Ik was enigszins bang dat het gewicht van dit zwaarder zou zijn, dat achterste gedeelte, dat hij misschien voorover zou kiepen, maar dat is dus helemaal niet het geval. En ik zeg, missie geslaagd. Dankjewel voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog op deze tutorial. Ik zie je graag weer in de volgende DIY. En ga vooral dingen maken.